Heb je nog het stukje in de kwaliteitskrant gelezen over, ik weet trouwens niet of het erin heeft gestaan, over de opening van het academisch jaar, waar de baas van ASML een toespraak heeft gehouden, waarin die dus flinke kritiek heeft op hoe wij hier in het Westen leven en dat we dus de concurrentiepositie met China verliezen. Ah, ja, daar ben ik wel verbaasd over, moet ik je zeggen. Dat hij dat zegt? Ja, want ik denk niet dat dat zo is. Dat is punt 1. Hij vond ons lui en gemakzuchtig en dik. Dat was natuurlijk een beetje flink aangezet. Dat denk ik ook dat dat zo is. Bij mijn weten heeft Nederland bijvoorbeeld een vrij frappant hoge arbeidsproductiviteit. Wij werken, zoals je weet, weinig, maar wel relatief effectief. Waar dat precies is, is mij nooit helemaal duidelijk. Maar goed, zo schijnt het te zijn. Dit is wel een van die, ja, hoe zal ik het zeggen, door ondernemers geliefde sprookjes. Namelijk dat de eigen positie zeer, zeer zwak is. En ja, dat als we niet echt even keihard aan gaan trekken de komende 25 jaar, dat we echt voorgoed een niet meer in te halen achterstand op zullen lopen. Hij heeft er belang bij dus, wil je zeggen. Dat heeft hij ook natuurlijk. Maar ik, van alle situaties waarbij een dergelijke schets is gegeven van de toestand. Ja, dit waren de buren die hebben gesport in het park. Die zijn nog zo jong dat ze denken dat het effect heeft. U weet hoe dat is met sporten en gymnastieken. Dat doen mensen op de momenten van hun leven dat het nog niet noodzakelijk is. En dan tegen de tijd dat het echt noodzakelijk is, doen ze het niet meer. Dan kost het te veel inspanning en daar gaan ze maar door. Nee, dus dit is zo'n onheilstijding. En bovendien, ja, dat is dus het Westen tegen China. Ik weet dat niet zo zeker. Zeker de Verenigde Staten heeft een aantal sectoren die nog planetair competitief zijn. En dat is in Europa ook het geval. ASML zelf is daar een goed voorbeeld van. Een deel van de Duitse machinebouw is daar ook een goed voorbeeld van. Het gaat tijdelijk niet zo best met de Duitse auto's, maar dat kan weer bijtrekken. Ik herinner me dit hele verhaal nog. Maar dan zal er geweest zijn, jaren 70... was een boekje van een Fransman. En dat heette Le Défi Américain. De Amerikaanse uitdaging. En de boodschap daarvan was, Europeanen, dat zijn uitvreters. Nog te beroerd om hun tanden te poetsen. Terwijl Amerika, dat was een white hot technological revolution gaande. En dat was, als we er niet keihard aan zouden trekken, dan zouden we een om niet meer in te halen achterstand oplopen. Dat bleek allemaal helemaal niet het geval te zijn. Neem de BRD, de Bondsrepubliek Duitsland, die natuurlijk in de jaren 90 op hoge kosten kwam te zitten met het verbeteren en vernieuwen van de DDR. En bovendien ook op een aantal andere punten leek het of ze achterop liepen. Ik hoor nog het vrolijke gekraai in die Economist van, nee, Engeland en de Verenigde Staten, dat was het voorbeeld. Dat was zo, die kant moest het op. Neoliberaal beleid en niet waar, de overheid moest niet een soort incubus op de schouders van de burgers zijn. Lekker initiatiefrijk. En kijk eens, tot een paar jaar geleden was Duitsland niet waar de belangrijkste exporteur ter wereld. En dus niet van plastic sandalen en witte mini-autootjes, maar van vrij serieuze spullen die eigenlijk alleen de Duitsers zo goed kunnen maken. Dus het zijn generalisaties die niet waargemaakt kunnen worden. En het zijn ook voorspellingen die, naar mijn idee, over een periode lopen waar je niet zo veel verstandigs over kunt zeggen. Dus dit is natuurlijk een verhaal voor het eigen huis. Hij hoopt ruime mogelijkheden te krijgen. Hij zat dan ook bij Nieuwsuur. En toen vroegen ze hem van, ja, nu is dat, mag hij niet meer al die chipmachines naar China sturen. En toen vroegen ze hem, dat zal wel pijn doen. En toen zei hij, nou, dat valt wel mee. Want die chips die met die machines gemaakt kunnen worden, die hebben die Chinezen toch niet nodig. En ja, als het toch gebeurt, is het ook niet zo erg. Want die Chinezen, ja, die zijn innovatief. Die zijn heel slim. Dan bedenken ze wel iets nieuws. Dus als wij die beperking opleggen, dan stimuleren we juist de innovatiekracht van de Chinezen. Ja, ik denk dat daar iets in zit. Ik heb het altijd vrij achterlijk gevonden om die dingen niet aan de Chinezen te leveren. Omdat je dan zeker weet dat ze natuurlijk alles op alles zullen zetten om op zo kort mogelijke termijn die technologie, het
gaat hier om ultrakorte golflengte van het licht dat gebruikt wordt voor dat graveersysteem. Ja, dan zullen de Chinezen het zelf doen. Dus op zichzelf heb je dan een kleine voorsprong. Die schat ik op niet veel meer dan een half decennium. Maar die zullen de Chinezen compenseren. Maar nu de tweede kant van het verhaal. Van wat hij hield. En dat is natuurlijk dat het in China juist op dit moment helemaal de andere kant op gaat. De Chinese economie draait zeer slecht. Het herstel uit de COVID-fase, waarvan van alles verwacht werd. Ze zouden als een raket uit de COVID-ellende opstijgen. Nou kijk eens, dat is niks. Geen opstijgerij bij. Die raket staat te wankelen op de lanceerbasis. Xi Jinping is natuurlijk een soort van neo-autocraat. Die is door dat reguliere opvolgingsprogramma heen gebroken en heeft zichzelf voor een derde termijn benoemd. Als het zo slecht blijft gaan als het nu gaat in China, dan weet ik helemaal niet of Xi die zo toegejuichte derde termijn gaat volmaken. Dan moet ik nog maar eens even afwachten. Dus het hele idee dat China een soort onkwetsbare moloch is die ons zal vertrappelen, daar geloof ik niets van. Sterker nog, ik ben op mijn eigen wonderlijke manier ook een idealist. Ja, je zou het niet zo zeggen, maar daar ben ik. Ik ben ervan overtuigd dat voor de lange termijn democratische systemen, of althans flexibele systemen die zich zonder al te grote moeite misschien met een enkel politiek veranderingetje aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Zeg maar echte liberale samenlevingen die, oké, ook mooi als het ook een sociaal geweten is, die doen het op de lange termijn altijd beter. Hè, denk aan de oorlogen die we gevoerd hebben. In het begin denk je altijd, oh jee, alles gaat mis, ze kunnen er niks van. De geweren ontploffen, de handgranaten vallen op de grond. Nou ja, ga zo maar door. En dan na enige tijd, kijk naar de Tweede Wereldoorlog, dan beginnen de zaken te draaien. Ze beginnen te begrijpen hoe het werkt. En dan zijn er vele mogelijkheden. Dus ik geloof die verhalen, ik geloof daar geen cent van. Ik weet niet op welke termijn, of die überhaupt termijnen heeft genoemd. Of dat dan over 5 jaar was, 10 of 25 jaar. Daar komt bij dat de Chinese bevolking in een rap tempo krimpt. En dat het deel van de bevolking dat op de arbeidsmarkt actief kan zijn, in een nog veel rapper tempo slinkt. Dus ja. En moet je dan naar India verwijzen? Waar je wel een paar van die staten hebt die goed functioneren. Maar ja, waar ook een hele reeks van staten gewoon op derde wereldniveau opereert. Waar honger wordt geleden, bij wijze van spreken. Rutte was er nu, hè, met India voor de G20. Ja, nou goed, we hadden weer al dat getrompet erover de G20. Nou, dat durf ik dan wel. Ik was niet uitgenodigd, maar ik ben niet onder de indruk van de G20. Helemaal niet zelfs. Rutte zei daar, er was een filmpje aan. Ja, Rutte was er. Ik zag hem bij Modi. Ja, klopt. Modi, ook zo'n vervelende autocraat. Hè? Ook zo'n opstoker. Ja, daar heb je de Maarten. Ook iemand die op de lange termijn zijn eigen land grote nadelen bezorgt. Heb je de Maarten liggen? Daar staat nog een stuk over Modi. En even kijken of dat deze editie is. Volgens mij wel. Het nieuwe nummer is net van de pers. Oh, dat moet je even meenemen. Ja, als je het herinneren, dan zal ik het je straks even geven. Hey, en de Rutte die zei van, let op India, technologisch gaat het echt als een raket de komende jaren. Ja, en als het echt als een lekkere raket gaat, niet waar, dan zijn degenen die de raket ontworpen hebben, dan moet je even nakijken wat daarmee gebeurt. Die verkassen naar Californië om die nog iets grotere raket in Amerika ook nog wat diensten te bewijzen. Ik zag nou een stukje ergens op de tv, volgens mij bij Eén Vandaag, dat India dus ook een andere naam heeft. Dat ze anders aangeduid. Ja, Bharat. Ja. Dat schijnt al heel oud te zijn. Maar wat is daar nou het idee achter? Nou, dat gaat om die Bharatra, zoiets in die geest. En dat is een soort ontstaansmythologie. Dat woord schijnt ook heel oud te zijn. Ook in het verleden schijnt India wel als zodanig beschreven te zijn, Bharat. Ik denk dat je het misschien moet vergelijken met wat zou jij zeggen in het buitenland als ze vragen waar je vandaan komt, zeg je waarschijnlijk Nederland. Maar als je toevallig Holland zegt, weet ook iedereen waar je vandaan komt. Ja. Nou, dat liet ze dus ook in die reportage zien, dat Nederland zichzelf in het buitenland ook geframed heeft als de Netherlands bewust.
Ja. Omdat het eerst Holland was, maar dat deed toch geen recht aan... Nee, bij Holland denken ze misschien meteen aan klompen. En ja, dat was precies dat. Het Volendamse meisje en de kaas van Gouda. Voordat ik er toch achter was dat Gouda Gouda was. Jongen, jongen. Nou ja, dit is toch wel een beetje hoofdredactioneel gelul op hoog niveau. Ik ben er niet van onder de indruk. Sterker nog, ik zal het je... Het is mijn vaste overtuiging dat industrieel en wetenschappelijk eigenlijk kan worden gesproken van een globaal systeem. Van een de planeet omvattend systeem. Ja, dat is niet in de Centraal-Afrikaanse Republiek actief. Maar dat is wel in Japan, in de Verenigde Staten, in alle Commonwealth-landen, in West-Europa... is dat systeem wel actief. De Global Village bedoel je? Ja, maar als je er scientific voor zet, oké. Okay. Als jij echt door in dat autootje op te nemen een belangrijke uitvinding doet, dan kun je daar misschien patent op aanvragen. Wie weet word je er rijk van. Maar in no time, als het een nuttige uitvinding is, wordt dat overal toegepast. Ook in allerlei landen die jou geen rechten betalen op je patent. Ja, zoals in China. Waarschijnlijk. Je kunt ook zeggen, is de universiteit van vul een naam in, is dat de beste ter wereld? Dat zou kunnen, maar dan is het altijd een onderdeel van die universiteit, een instituut van die universiteit. Mm. Ik weet nog wel dat, god, hoe heette die vent, ook altijd een beetje een dwarsligger, en nadat hij in de regering, ik denk Clinton had gediend, werd die chef van Harvard. En nou ja, dat al heel snel liet hij weten dat er in Harvard iets heel wonderlijks gaande was. Maar dat in het eerste jaar van het college, Harvard is ook een college, een research university, maar ook een college, dat daar in de allereerste jaars alsmaar een 8 voor alles kregen. En hoe dat eigenlijk in elkaar zat, dat leek hem helemaal geen verstandig systeem. En nou ja, dat bleek eigenlijk dat Harvard College, ja, is Harvard College te vergelijken met de Universiteit Groningen? Nou, misschien. Als research university, als je er maar genoeg geld in pompt, kan je inderdaad een heel hoog niveau bereiken. Misschien hoger dan Groningen, om de eenvoudige reden dat Groningen minder geld heeft. Bovendien moeten ze vrijwel al het geld aan buitenlandse studenten uitgeven. 143.000 dit jaar. Dat was ook geen kattenpis. Kennelijk is studeren in Nederland enorm goedkoop. En op een of andere manier kunnen die cijfers ook goed getransfereerd worden. Dus ja, al die dingen moeten gespecificeerd worden. Als iemand zegt van het continent zus en de Chinese geschiedenis over de komende kwart eeuw. En dat is eigenlijk, dan weet je eigenlijk al dat je belazerd wordt. Mm. Dat generalisaties zijn die absoluut niet vol te houden zijn. Nee. Is heel China één grote, extreem efficiënte fabriek van materiële goederen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook allerlei zwakke punten. Er zijn industrieën die niet functioneren. Denk aan het onroerend goed in China. Zo zit het niet. Zo simpel is het niet. Oké. Nou, dit was dus allemaal een aandenken van die baas van ASML. Die overigens ook nog over de universiteit het had. Want hij zei... In Nederland doen ze heel moeilijk over dat Engels op de universiteiten. Maar hij zegt, een technische universiteit is anders dan een reguliere universiteit. Want hij zegt, op die technische universiteit, daar komen dus de internationals. Voertaal in al die bedrijven, ook die technische bedrijven zoals ASML, is Engels. En die mensen blijven ook hangen in de regio. Dus we moeten daar wel Engels blijven praten. Anders komen die mensen niet. Ik denk dat voor een technische universiteit speelt natuurlijk in feite de taal geen wezenlijke rol. En dat betekent dat steenkolen Engels... daar een hele nuttige functie vervult. Net zo goed natuurlijk als de KLM op Suriname vliegt, dat de piloten in het bekende piloten-Engels met elkaar spreken. En als ze in de buurt van Suriname komen, gaan ze niet over op Papiamento. Dat is zo klaar als een, tenminste, ik denk van niet. Natuurlijk is dat zo. Engels heeft een hele nuttige functie. Maar in heel veel studies is taal een heel wezenlijk element van de studie. En daar is het een hinderpaal als dat Engels is, of althans als de betrokkenen het Engels in onvoldoende mate beheersen. Ja. En mijn ervaring is, ik geef toe, ik ben al 15 jaar weg, maar vooral bij Amerikaanse talen en letterkunde waren veel studenten die een historisch onderwerp wilden doen.
En dan zeiden ze altijd, ja, bij ons schrijven we altijd alles in het Engels. Mogen we bij u ook een Engelse scriptie schrijven? Engelstalige scriptie. En dan zei ik altijd, ja, dat mag, maar dan moet u wel Engels schrijven. En daar ontbrak het meestal aan. Mm. Dat was een heel, ja, is dat Engels? Ja, het is een soort Engels. Dat geef ik toe. Het is een soort Engels waarmee je het seizoen kunt vinden in een buitenlandse stad. Maar voor de rest had het niet veel om het lijf. Nee. En dan zit je toch met een probleem. Ik bedoel, in hoeverre... Kijk, als je een taal hanteert bij schriftelijke boodschappen die je niet echt onder de knie hebt, dan maak je een randebiele indruk. Nou ja, neem Arafat. Arafat wou altijd Engels spreken, met als gevolg dat hij op de rest van de wereld een volkomen debiele indruk maakte. Gebruik een tolk. Helemaal geen probleem. Deden Russen ook. Kosygin sprak prima Engels. Maar als het officieel was, dan zat er een tolk. Want je kon aan Kosygin altijd precies zien of die begreep het overheen, ja of nee. Ja. Trouwens, ik kan dit aan iedereen adviseren, ook buiten dit autootje. Als u een taal niet heel goed spreekt, vlot, en dat ook andere mensen denken, oh, het is die taal. Dus dat ze niet denken als u Engels spreekt dat het Roemeens is of Noors of zoiets dergelijks. Zorg dan, als u dat dus niet kunt, dan moet u voor een tolk zorgen. Ja. Nog één puntje uit die speech van die ASML-baas. Die zei van, ja, hij was ook bij die toespraak van Biden. Die zei van, we gaan niet meer die chips maken in Azië. Nee, we gaan het zelf maken in Amerika, made in de USA. Dat moet er nu, made in America. Dat willen we dat erop komt te staan op die chips. Ja, dat is nog een kletskoekverhaal ook van Biden. Ja, je begrijpt dat hij misschien niet meteen vertelt. Als ik voor zover ik weet, gaat TSMC die fabriek bouwen. Dus ik ben er nou niet zo van onder de indruk van dat verhaal. In de Verenigde Staten? Ja, in de Verenigde Staten. Omdat ze enorm gigantisch gesubsidieerd worden om een fabriek in de Verenigde Staten te bouwen. Ja. Wat je wel aan je water voelt, dat het loonniveau daar waarschijnlijk zodanig is dat die chips duur gaan uitvallen. Ja. Dat was de bekende berekening. Hè? Trump vond dat de iPhone, dat ding door Foxconn werd gemaakt in China, dat kon absoluut niet. Dat moest in Amerika. Nou, dan hadden ze uitgerekend wat dat kost in Amerika. En die iPhone is al oplicht te rijden, eerste klas natuurlijk bij de huidige prijs. En dan werd die twee keer zo duur. Ja, iPhones zijn fijn, maar €2400 zie ik niemand daarvoor betalen. Nee, eerlijk. Niet. Nee. Ze hebben nu dat geloof ik ook niet. En sterker nog, ik vind dat hele beleid van Biden niet waar om met reusachtige subsidies de productie van bepaalde goederen aan te jagen in eigen land, vind ik niet verstandig. Dat vind ik helemaal niet verstandig, want dat betekent toch dat zonder subsidie zouden ze niet kunnen bestaan. En je moet kijken dat wereldwijde productiesysteem, dat er zijn allerlei bezwaren tegen aan te voeren en lokaal kun je daar van alles aan doen. Maar het wijst wel op een grotere productie-efficiëntie. Ja. Het is niet zomaar een lolletje. Hè, dat de mensen zeggen, oh, dat is wel hartstikke leuk dat we die crocs gaan we dan in China maken. Hè. Dat vinden de mensen fijn, Chinese crocs. Nee, dat is omdat ze daar het beste en het goedkoopst gemaakt kunnen worden. Ja. Even kijken, handel kan elke economie leren, is ten behoeve van de efficiëntie. Even kijken, ik zag dat ding even oplichten, dat zal Pepijn zijn. Even kijken of hij het filmpje goed vindt. Geweldig stuurt hij. Dank, dank, dank. Nou, dat is prima. Dus we kunnen daar wat mee doen. Ja, je weet hoe Pepijn is. Je hebt hem er wel eens ontmoet. Ja, ik heb hem ontmoet. Helemaal rond die Renze-programma doet hij altijd, hè? Het is een enorme, optimistische, vrolijke man. Dus, ja, hij heeft er altijd zin in. Hij ziet nooit beren op de weg. Maar hij heeft ook bij de Wereldwijd doorgewerkt, hè? Oh ja? Ja, moet je maar eens naar vragen. Hoe oh, je dat jeetje. Vond. Oh, ja. Jeetje. Oh, jeetje.